Stel, je slaat met je ijzer 7 100 meter. De green recht vooruit. Midden op de green staat een pin. Exact 150 meter. En je gaat er 100 ballen naartoe slaan. Hoeveel van die 100 ballen zouden exact 150 meter perfect in het midden zijn? Met andere woorden, hoeveel ballen of hoeveel van die 100 is een hole in one? Nou, dan hoor ik je al denken, geen één. Nou, daar ben ik van overtuigd. Ik ben hier alvast begonnen. Kijk, mijn laatste bal die vliegt 146 meter, 5 meter links. Hier ligt een bal 150 meter, iets rechts. Hier ligt een bal 142 meter, iets rechts. Dus elk schot wat ik maak met de intentie 150 recht vooruit, zal geen 150 meter recht vooruit zijn. Kijk, deze ook weer 143 meter en dan 5 meter links. Waar ik naartoe wil, is dat elke speler of speelster een shotpatroon heeft. Stel dat ik nou deze serie af ga maken, dan zul je op een gegeven moment een shotpatroon zien waarbij mijn ballen overwegend rondom die middenlijn liggen, rondom die 150 meter. Dat is natuurlijk een stukje kennis wat je van je eigen golfswing hebt. Maar ik zie wel dat die ellips, die cirkel voor mij, iets naar rechts verplaatst. Dus het merendeel van de ballen ligt iets rechts van de middenlijn. Dat betekent dat mijn shotpatroon een tikkeltje rechts zit. Nou, het feit dat ik dat weet, zou betekenen dat ik met mijn ijzer 7, als ik naar een pin ga slaan, altijd iets links zou moeten mikken. Want als jij die 100 ballen slaat, als jij een ijzer 7 gaat slaan, je weet niet welke bal je kunt verwachten. Is het die bal naar rechts? Is het die bal naar links? Of is het die perfecte bal? Maar als het merendeel van de ballen iets rechts ligt, mik dan iets links. Nou, de meest voorkomende afwijking bij het golf is die afwijking naar rechts. Dus mijn inziens zou je dan op de teebox van bijvoorbeeld hol 1, hol 2, die smalle bosholes, altijd naar de linkerkant van de fairway moeten mikken. En zelfs links in de rough moeten mikken. En dan gebruik je jouw natuurlijke balvlucht. En met deze simpele tip ben ik ervan overtuigd dat je heel veel meer ballen op de green gaat laten eindigen, of korter bij de green gaat laten eindigen, of op de fairway. Dus bedenk, en dat kan ook thuis aan de eettafel, als ik 100 ballen sla, waar zou die ellips van ballen eindigen? Beetje rechts, beetje links, misschien heel veel rechts. Baseer daar je strategie op. Baseer daar je mikpunten op. Nou, een makkelijke tip, kan iedereen toepassen. Ga er maar eens mee aan de slag.